www.ccr.org. Wie wordt de nieuwe Amerikaanse president? Welkom bij Uitgelicht. Goedemorgen en van harte welkom bij deze extra live-uitzending van Uitgelicht. Helemaal in het teken van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ja, in Amerika worden nog stemmen geteld, dus er is nog geen uitslag. Maar tot 10 uur bespreken we wel deze verkiezingen met verschillende deskundigen. We bekijken hoe Christelijk Amerika heeft gestemd en welke invloed deze uitslag heeft voor Nederland en Europa. Collega Stephanie van der Horst heeft de specifieke uitslagen tot nu toe. Stephanie, hoe staat het ervoor? Goedemorgen, Rikold. Nou, op dit moment is het eigenlijk meer een nek-aan-nek race dan dat we tot nu toe verwacht hadden. Er was in de polls toch wel echt naar voren gekomen dat er een grote kans was of is voor Biden om te winnen. Op dit moment lijkt Trump wel een inhaalslag te gaan maken. Als we kijken naar de opkomst, dan is die hoger dan ooit tevoren. 67% van de mensen, van de stemgerechtigden, heeft op dit moment gestemd. En dat is best wel heel erg bijzonder. Meer dan 100 miljoen mensen hebben ook vooraf dit jaar in verband met de coronapandemie hun stem uitgebracht. En 64,5 miljoen daarvan is per post gegaan. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat het langer duurt om nu deze stemmen geteld te krijgen. Op het moment is het vooral belangrijk om te kijken naar de staten Pennsylvania, Michigan en Wisconsin. Daar zullen we het toch van moeten hebben. En dat gaat waarschijnlijk nog wel eventjes duren. Pennsylvania verwacht dat ze pas vrijdag de uitslag binnen hebben. Ook stemmen we voor het Huis van Afgevaardigden. Daar worden 235 nieuwe leden gekozen op dit moment. En een derde van de Senaat. Dus dat was het voor nu, Rikold. Dankjewel, Stephanie. Ja, het is dus nog nagelbijten daar in Amerika. Wij gaan naar onze gasten in de studio, want aangeschoven zijn Jan-Willem Kranendonk, Amerika-deskundige, en Martine Wursten, afgestudeerd bestuurskundige. Welkom beiden. Goedemorgen. Bedankt. Hoe hebben jullie vannacht de verkiezingen beleefd, Martine? Ja, spannend. Vooral heel spannend, want het gaat natuurlijk gelijk op. Mm-hmm. En het kan alle kanten ook nog op. Ja. Als je denkt van Biden staat nu voor in de peilingen, vervolgens wint Trump weer een staat. Maar dat zegt eigenlijk nog niks, want er zijn nog zeker 3, maar ook wel meer swing states die nog met een belangrijke uitslag moeten komen. Ja, Jan-Willem, het is nu 9 uur in Nederland, 6 uur vroeger aan de Oostkust in Amerika. Is het eerder voorgekomen dat de uitslag zo laat binnen is? Ja, we hebben in 2000 moeten wachten, een paar weken moeten wachten. Tussen Bush en Al Gore was dat. Maar bijvoorbeeld 4 jaar geleden was het rond deze tijd wel bekend. Alleen wat Stephanie net al zei, door de poststemmen duurt het gewoon echt langer. Ja. En als je vraagt hoe ik afgelopen nacht heb beleefd. Het was inderdaad, het begon eigenlijk met Florida, waar Trump het beter deed dan verwacht. Mm-hmm. Waar hij toch uiteindelijk wel met 1% of 4% verschil won. Nou, dat was wel een indicatie dat Trump het goed ging doen. Er waren eigenlijk 3 scenario's. Of Biden wint ruim, Biden wint nipt of Trump wint nipt. Nou, Biden wint ruim, dat viel gelijk af. En vervolgens was het iedere keer nagebijten wat er per staat zou gebeuren. En het is absoluut niet zeker wie er gaat winnen. Ja, Martine, Biden wint ruim. Dat was wel de verwachting in de peilingen dat hij een overwinning zou gaan behalen. Nu wordt dat beeld langzamerhand bijgesteld. Hoe komt dat? Ik denk ook omdat we in 2016 hebben natuurlijk ook al gezien van dat het in één keer heel anders kan lopen. Toen dacht ook iedereen Clinton gaat winnen, maar Trump won. Biden kan winnen, want wat jij ook zei, de poststemmen die komen later. Mm. En ze zeggen, ja, de poststemmen, dat zijn voornamelijk democraten die stemmen. Ja. En ook hoorde ik net zeggen, de opkomst is hoger. In 2016 waren er ook veel vrouwen en jongeren die niet gingen stemmen. Mm-hmm. Dus het zou kunnen dat die nu wel gaan stemmen. En blijkt ook dat die veel meer democratisch stemmen. Ja, toch heeft Trump vanmorgen al gezegd, deze verkiezingen zijn gewonnen door mij.
Ja, ja, nee, Trump die beschouwt zichzelf vrijwel als overwinnaar. Nou, ja. Biden die heeft ook het gevoel dat hij gaat winnen. Wat betreft de peilingen, het probleem met peilingen is dat mensen dat soort zien als een soort foto. Als er staat Biden heeft 3% voorsprong, dat betekent dat Biden gaat winnen. Maar er zit een foutmarge in. En wat er nu vannacht gebeurt, dat past eigenlijk allemaal prima binnen de foutmarge. Alleen, het valt allemaal net wat meer in het voordeel van Trump uit. Maar Trump die heeft inderdaad al aangekondigd dat hij zichzelf als winnaar beschouwt. Ja, daar zal hij echt nog even mee moeten wachten. Wisconsin, dat... Is dat uren, dagen, ja, dat ligt weken? Arizona die zal vandaag wel bekend zijn. Fox News heeft al gezegd dat Biden daar gewonnen heeft. Maar ja, de andere netwerken die zijn het er niet mee eens. En de campagne van Trump, die normaal een goede relatie met Fox News heeft, is laaiend daarover. Ja. Maar Arizona zal vandaag wel bekend zijn. Dat geldt ook voor Wisconsin en voor Michigan. Ja, gaan die allemaal naar Biden en is duidelijk dat hij gewonnen heeft. Dan ja, maakt Pennsylvania niet meer uit. Waarbij wel de aantekening dat Amerikaanse tv-stations gekleurd zijn. Ja, maar juist Fox News is eigenlijk een pro-Trump zender. En die heeft Arizona toegekend aan Biden. Maar er zitten gewoon mensen achter de schermen daar die niet partijgebonden zijn, maar die dit op basis van data doen. En zodoende kan Fox News een staat aan Biden geven die CNN, waar je dat eerder zou verwachten, nog niet aan Biden heeft gegeven. Ja, even naar dat fenomeen poststemmen. Zijn er dat meer dit jaar dan voorgaande verkiezingen? Ja, sowieso natuurlijk. Door de coronacrisis is het meer verspreid. Gaan mensen per post stemmen, is veiliger. Maar het is dus wel ook wel een soort van bekend dat Republikeinen veelal meer fysiek stemmen. Ja. Dus, maar ook door de coronacrisis, dat meer mensen thuis blijven en per post stemmen, niet naar de stembus durven? Nou, niet thuis blijven. Als je kijkt naar de opkomst, verwachtingen zijn dat die zo'n beetje 15 miljoen meer stemmen is dan 4 jaar geleden. Ja. Maar het is wel zo dat door de coronapandemie vooral veel democraten zijn opgeroepen door Biden om per post te stemmen. Terwijl Trump heeft gezegd, stemmen per post, dat kan leiden tot fraude. Dus ga alsjeblieft gewoon persoonlijk stemmen. Mm. En dat is ook precies wat je nu ziet. Bijvoorbeeld in de staat als Pennsylvania zijn wel de stemmen geteld die live zijn uitgebracht. En daar staat Trump ruim voor. Maar de poststemmen moeten nog geteld worden. En daardoor kan Trump nu een ruime voorsprong hebben. Maar kan het nog steeds gewoon zijn dat Biden daar wint? Ja, toch een modern land als Amerika is. En dan niet een uitslag van een verkiezingen binnen 24 uur voor elkaar kunnen hebben. Wat zegt dat? Ja, ik weet niet of dat heel veel zegt. Kijk, je zit natuurlijk ook in een uitzonderlijke situatie. Wij gaan zelf mogelijk de verkiezingen ook over 3 dagen uitsmeren. Dus ja, als wij dan ook geen modern land meer zijn, is die conclusie natuurlijk weer heel makkelijk om te trekken. En we mogen ook per post stemmen, althans oudere mensen. Ja, nee, maar weet je, je zit ook gewoon in een heel onontgonnen gebied. Ja. En dat geldt voor de uitslagen, dat geldt voor het stemproces. Poststemmen, dat werd altijd al wel gebruikt, maar dit is natuurlijk op een hele andere schaal. En om dat te tellen, dat kost gewoon tijd. Maar of een land daarmee wel of niet modern is, die conclusie ga ik me niet aan wagen. Okay, Martine Wursten, jongeren, waren die deze verkiezingen extra betrokken? First voters, die mensen die voor het eerst mochten stemmen? First voters. Nou, jongeren, wat ik al zei, in 2016 was het zo verdeeld dat bijvoorbeeld 37% ongeveer op de Republikeinen zou stemmen, ja. 55% democratisch. Maar inderdaad, veel kwamen niet opdagen, of nou, relatief veel. Alleen hoe dat nu is, ik denk dat dat anders is, want je ziet toch dat er een bepaald soort activisme ook in Amerika is natuurlijk, ja, met Black Lives Matter. En dat gaat ook veel jongeren aan. LHBTI-rechten, dat gaat vaak veel jongeren aan, ja, die zijn bij betrokken. En daarnaast ook klimaat. Klimaat gaat natuurlijk over de toekomst van de jongeren. Ja. Maar met alle respect, het zijn natuurlijk wel twee bejaarde kandidaten. Meneer Trump is 74, meneer Biden 77. Kunnen die jongeren aanspreken? Ja. Het is niet anders. Ja. Jongeren moeten natuurlijk wel, want ze hebben maat. Ja, precies. Je moet het ermee doen. Je hebt twee kandidaten. En dat is in mijn ogen wel een behoorlijk gebrek aan het systeem daar in Amerika. Ja. Maar ja, als jongeren, het is of het een of het ander. En je hebt niet nog een derde optie. Dus hoe komt dat, Jan-Willem Kranen? Wat je in de exit polls, die niet super betrouwbaar zijn, maar die geven wel een globaal beeld. Wat je zag, dat mensen die voor Trump stemmen, dat zijn wat minder jongeren, die stemmen ook vooral op Trump. Ja. En bij Biden zijn er ook heel wat mensen die tegen Trump stemmen. Er zijn ook best wel wat jongeren gemotiveerd. De antistem. Ja. Maar de jongeren die komen inderdaad wat minder naar de stembus. Als het gaat over waarom hebben we twee oude kandidaten, dat is ook een beetje toeval. Bedoel, Obama was in de 40, George Bush was in de 50 toen die gekozen werd. Trump die was natuurlijk herkiesbaar, dus ze wisten dat de tegenkandidaat werd. En de Democraten wilden maar één ding. Ze wilden een kandidaat die Trump kon verslaan. En ja, ze geloofden uiteindelijk dat Biden dat het beste kon vanwege
vanwege zijn ervaring, vanwege zijn netwerk. Ja, als dat nu uiteindelijk anders blijkt te zijn met een nipte overwinning voor Trump, ja, dan kijken ze natuurlijk lelijk op hun neus nadat ze daar een jaar lang uiteindelijk gewerkt hebben totdat ze Biden gekozen hebben als de man die Trump moest staan. Ja, wat is dat dan, Martine Wursten, achteraf gezien misschien een vergissing om Biden naar voren te schuiven? Dat ze niet beter een jongere iemand. Nou, ik denk wel dat het heel slim is om Harris als running mate te kiezen. Ja. Want dat is toch een stuk jongere en een vrouw. Dus ik denk dat ze daarmee dat probleem eigenlijk probeerden op te lossen. En dat er eigenlijk wel een slimme aanpak is geweest. Ja. Als we de geschiedenis bekijken, dan was in 2000 was ook de uitslag niet bekend. En dat was pas weken later, na vele rechtszaken, dat het Hoge Rechtshof zei van meneer Bush wordt president. Gaan we zo'n scenario nu ook beleven? Of? Dat kan, want als de uitslag heel erg close is, zeg maar binnen 0,5% in een staat, dan kun je een hertelling aanvragen. En ik ga ervan uit dat beide campagnes dat ook zullen doen. En zelfs als dat niet het geval is, dan zal bijvoorbeeld de Trump-campagne proberen om stemmen die na de verkiezingsdag geteld zijn, om die eventueel ongeldig te laten verklaren. Ja. Dat hebben ze al eerder aangegeven. Dus dan krijg je een juridische strijd en die kan eindigen bij het Hoge Rechtshof. En dat zou in een voordeel kunnen zijn van Trump. Er is nu een conservatieve meerderheid. Ja. 3 van de 9 rechters zijn er hem zelf benoemd. Maar goed, we zitten nog niet in dat scenario. Als uiteindelijk nu Biden of Trump gewoon een duidelijke voorsprong heeft, dan heb ik nog steeds de hoop dat we uiteindelijk einde van deze week weten wie de verkiezings... En waar moeten we de komende uren op letten, Martine Wursten? Welke staten zijn van belang? De swing states, in mijn ogen ook vooral Pennsylvania, met 20 kiesmannen, is nog best wel een belangrijke staat. Zoals we ook zeiden, dat duurt nog wel even voordat zij al die stemmen geteld hebben. Ja. En de rest van de staten heeft ook zo ongeveer 15 tot 20 kiesmannen. Dus allemaal wel dezelfde aantallen die nog moeten komen. Ja. En die zullen dus uiteindelijk dus gaan uitwijzen of het naar Trump gaat of naar Biden. Ja. Dus daar moeten we op letten de aankomende tijd. Gaat het over, je hebt 3 staten waar Trump vorige keer heel nipt heeft gewonnen. Dat is Pennsylvania, Wisconsin, Michigan. Daarnaast is het nog spannend in Arizona en Georgia. Dat is een staat die Trump een paar jaar geleden, of 4 jaar geleden heeft gewonnen. Mm-hmm. En daar is nu een kans dat Biden gaat winnen. Dat is echt 50-50 volgens de New York Times, in ieder geval net voor de uitzending. En North Carolina, die staan nog open. En die 6 gaan bepalen wie de president wordt. Oké, nou, we gaan het de komende uren bekijken. Dank voor jullie inbreng. We gaan weer naar collega Stephanie van der Horst. Want hoe wordt er op social media gekeken op dit moment naar de verkiezingen? Nou, op dit moment willen we graag eerst eventjes kijken naar de krantenkoppen. En als we kijken naar de Washington Post, dan zegt die op dit moment: Amerikanen blijven in spanning over de uitslag. Ja, en dat snap ik natuurlijk wel, want het duurt allemaal wat langer dan we gewend zijn. NRC kopt Trump claimt winst in onbevestigde states, swing states. Daar hebben jullie het net ook al eventjes over gehad. En bij CBN News zeggen ze: het blijft een nek aan nek race. Trump wint in Florida, Ohio en Texas en Biden wint in Arizona. En dat is best wel bijzonder, want Arizona was de vorige keer nog gewonnen door de Republikeinen, door Trump. Dus ik weet ook dat John McCain, die overleden is in 2018, een echte persoonlijke en politieke vete had met Trump. En zijn vrouw heeft ontzettend haar best gedaan om daar dus ook de Democraten te helpen. En dat lijkt geholpen. Dat heeft dus daadwerkelijk ook geholpen. Dat was het voor nu, Ricot. Oké, dankjewel Stephanie. Ja, als het goed is, hebben we nu verbinding met Piet Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij besloot om dit jaar terug te reizen naar zijn thuisstaat Michigan om daar Election Day mee te maken. En we hebben nu contact met hem. Good morning, Mr. Ambassador. Good morning. And good to see you in your home state, Michigan. It's been wonderful to be home for a few days and it's a fascinating place to be on Election Day. This is, 2 presidential elections now. We will be up till 4:30 in the morning, and hopefully we will know who wins, although I think it's going to take us another 12 hours. 12 hours or 12 days? No, I think we'll be in a position tomorrow where we will, later today, where we will be able to see and call Georgia, North Carolina. Those are 2 states where the president is leading. Mm-hmm.
And then I think we will also get a clear indication for Michigan and Wisconsin, where the president is leading. Yeah. Yeah, your home state, Michigan, where you are now, is a swing state, and it could be from crucial importance. No, absolutely. I think if whoever wins Michigan, if one of the two candidates wins both Michigan and Wisconsin, they're going to be awful close to having the electoral votes necessary to become the next president. Mm. Do you think America in the future will change because of these elections? Well, I mean, there's clearly some things that we're concerned about. Once again, are we surprised? The pollsters were wrong. Yeah. All right. So hopefully in the future, we pay less attention to pollsters. The second thing is there was a tremendous amount of money spent on this election. The numbers are unbelievable. So we'll see exactly, you know, what Congress does to maybe, you know, control spending or at least make it more transparent. Uh-huh. But in terms of changing the process, you know, going to a popular vote or something like that, I don't think you're going to see that. Mm. How is the atmosphere in your home state, in Michigan? When you walk on the street, what do you experience? There's a lot of enthusiasm. You know, we in certain precincts, you know, those are the smaller boundaries, the smaller segments where we vote, actually ran out of ballots today. Mm-hmm. So we saw extremely high voter turnout. And, you know, I think I'm not the only one that's still awake at, you know, 3 o'clock in the morning. Yeah. Trying to see and figure out who's going to win. Okay, we wait and see for that. Last question. What about your job in The Hague? It's a great job. Yeah, and, I think so. But the next future, will you stay in The Hague? Well, that all depends. You know, if Donald Trump is reelected, he will depict who he wants to represent him in The Hague. That may or may not be me. If Joe Biden wins the election, Joe Biden will have the opportunity to pick it. And I don't think that Joe Biden's going to pick me to be his representative in The Hague. So we'll have to wait and see exactly how this election turns out. Okay, we'll see that. Thank you for your time, Mr. Ambassador from Michigan. Ja, terug naar hier aan tafel, Jan-Willem Kranendonk. En aangeschoven Henk-Jan van Schothorst, directeur van de Transatlantic Christian Council. Goedemorgen. Ja. We horen Piet Hoekstra, swing state, Michigan. Het kan op die staat aankomen, zegt hij zelf ook. Van groot belang. Het klopt inderdaad. Ik heb de hele nacht de verkiezingen gevolgd. Mm. En een tijdje ervoor natuurlijk ook de aanloop. En ja, dit zal een van de staten zijn waar het zal worden beslist en uitgemaakt. Ja, ja. Is het een slim idee dat hij teruggaat naar zijn home state en daar blijft de verkiezingen afwachten in plaats van hier in Nederland zit? De ambassadeur heeft zijn familie in Michigan zitten. En ik denk dat het goed is dat hij zijn stem daar heeft uitgebracht. Ja. En meeleeft met de gang van zaken van de verkiezingen. Ja, Kranendonk, als nou toch die verkiezingen op maar 2 of 3 staten aankomen. Dat is toch een raar fenomeen voor zo'n groot land. Ja, maar waar je tegenaan loopt is dat heel veel staten in principe al vooraf ingekleurd kunnen worden. Als je op Californië pakt, er wonen zoveel meer democraten dan republikeinen. Dan weet je al dat die naar Joe Biden gaat. En zo kun je ook een aantal staten van de republikeinen noemen. En dan hou je inderdaad een aantal staten over waar de bevolking zo divers is dat het zowel democratisch als republikeins kan worden. Nou, ja. Op die staten komt het aan. Er is heel veel kritiek op het proces. Er zijn ook genoeg Amerikanen die bijvoorbeeld voor een systeem pleiten zoals wij dat hebben. Maar ik denk dat er nog heel wat water naar de zee moet in Amerika voordat ze dit systeem veranderen. Want ja. Een systeem met geschiedenis, namelijk de staten hebben hierin ook een bepaalde macht en daar wordt ook aan gehecht in Amerika. Ja, dus het zal in de toekomst ook niet snel veranderen. Het zal niet snel veranderen, maar er zijn wel stemmen die opgaan en ik sluit niet uit dat het met een jaar of 20-30 een keer ter discussie zou kunnen staan. Oké. Okay. Het heeft nog wel tijd nodig. Ja, Van Schothorst, u staat bekend als een sympathisant van Trump hier in Nederland. Veel evangelicals stemmen op hem in Amerika. Waarom doen ze dat? Met name om zijn beleid. Ja. Hè? Want de Transatlantic Christian Council, de stichting die ik vertegenwoordig, die gaat niet zozeer over personen, maar over beleid. Hè? En als ik zie wat hij probeert baat te maken van zijn beloften, free school choice, maar ook het tal van zaken die christenen aan kunnen spreken, ja. en mij in ieder geval aanspreken. Pro-life, pro-family. Want scheidt men dan Trump als persoon en Trump als president, als beleidsman?
Ik vind over het algemeen dat er in Nederland en soms ook in de eigen kring te veel geoordeeld wordt over personen. Ja. En dat er veel meer gekeken moet worden naar wat er onder de streep uitkomt. Ik denk dat belangrijk is om dat onderscheid te maken. Ja. Is Trump de meest christelijke president ooit? Zoals wel gezegd. Nou, dat zou ik ook niet kunnen zeggen. Ik kan in niemands hart kijken. En ik zie alleen wat eruit komt. En dan zie ik dat veel beleidsterreinen die ons als christenen aanspreken, ja, dat die op goede manier aanstipt. De ambassade naar Jeruzalem, we kunnen de hele trits wel opgenoemen. Ik heb in mijn boekje een hele bladzijde in 5 minuten opgeschreven, ja, wat hij allemaal heeft klaargemaakt. En daar ben ik blij mee. Ja, Kranendonk, stemt iedere christen in Amerika op Trump? Nee, de groepen waar wij het over hebben, dat zijn de witte evangelicals. Ja. Die stemt ongeveer 80% op Trump. Ook daar is er overigens kritiek. Vorige week een vooraanstaande predikant, ook in Nederland bekend, John Piper. Die heeft nog een stuk geschreven waarin hij zei, hoe kun je iemand loskoppelen, exact wat ik je hoor doen, Henk-Jan. Hoe kun je iemand loskoppelen van zijn beleid, zijn persoon? Ja. Want hoe kun je iemand een rangorde aanbrengen van zonde als het gaat over bijvoorbeeld het stimuleren van racisme, als het gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mm. En hoe kun je iemand pro-family noemen als die 3 keer gescheiden is en nog steeds niet altijd net uitspraken doet? Ja. Die opvattingen zijn er ook. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de zwarte evangelicals, een kleinere groep, maar die bestaat ook, die stemt weer voor een groot deel op Biden. Die heeft namelijk andere waarden, die is niet zozeer pro-Israël, maar die vindt het terugdringen van racisme veel belangrijker. Ja. Dus je ziet ook wel dat als het gaat over de witte evangelicals, dat is absoluut de belangrijkste supportersgroep van Trump. Maar het zijn niet alleen of ze stemmen niet alleen op Trump. Nee, maar heeft een kandidaat die groep nodig om te kunnen winnen? Nou, of is dat te sterk uitgedrukt? Nou, je hebt die groep niet nodig, want Obama heeft er niet mee gewonnen. Maar voor Republikeinen, als je niet een hele grote groep evangelicals naar de stembus weet te krijgen, dan ben je vrijwel kansloos. Ja. Dus vandaar dat Trump ook heel sterk de aansluiting zoekt bij heel veel vooraanstaande predikanten uit de evangelicale kring. Hij schijnt, maar goed, dat is een uitspraak van senator Ben Sasse, die wel bijna altijd met hem meestemt, maar hij schijnt achter de schermen daar regelmatig barinerende uitspraken over te doen. Maar voor de schermen zoekt hij in ieder geval echt de samenwerking met deze groep. En die is er ook zeer dankbaar voor. Ja, Van Schothorst, we hebben Biden de afgelopen campagne meer in kerken gezien dan Trump. Mm-hmm. Biden ging gisteren op de verkiezingsdag, zelfs 's ochtends, eerst naar de kerk. Van Trump hebben we daar weinig van meegekregen. Nou, je kan naar de kerk gaan, maar het gaat er uiteindelijk nogmaals om hoe je geloof vertaalt en ook in je beleid. En als ik het verkiezingsprogramma van Biden lees, en dat heb ik gedaan, op heel veel punten vind ik dat toch wel heel teleurstellend dan eigenlijk wat daaruit komt. Dus naar de kerk gaan is goed, maar... Noemt u eens een punt dan, wat teleurstellend is? Nou, laat me een heel concreet punt. Hij zegt dat het eerste ding wat hij op zijn eerste dag zal uitvoeren, dat is de zogenaamde WC-wet van Obama op scholen. Dat iemand die zich op een bepaald moment van het andere geslacht identificeert, dat hij ook daar van de toiletgelegenheden gebruik kan maken, zoals douche en kleedruimtes. Dat is het eerste wat hij gaat doen op zijn eerste dag van zijn ambtsuitvoering. En dan zeg ik van abortus tot en met 9 maanden, dat is iets wat Kamala Harris voorstaat. Mm. Nou, ik vind dat hele zorgelijke punten. Ja, zou je, Kranen, dan kunnen zeggen dat Trump nu de bonus krijgt voor zijn eerste termijn in die christelijke gebieden, omdat hij gezegd heeft, omdat hij ook doet wat hij zegt? Nee, ik denk dat wat we nu in ieder geval de eerste uitslagen zien, is dat het ongeveer gelijk is hoeveel steun hij heeft gekregen uit de evangelicale hoek. Overigens, het LHBTI-terrein, daar heeft Trump natuurlijk ook niet zo heel veel op gedaan de afgelopen jaren. Als je het hebt over abortus, daar heeft hij duidelijk een beter track record. LHBTI heeft hij ook niet zo'n aandacht aangegeven. Zelfs in zijn campagne heeft hij nog eens een keer oogluikend naar een homogroepering gekeken. Mm. Maar wat vooral heel erg gewaardeerd wordt, is dat hij 200 federale rechters heeft benoemd van conservatieve aard, die uitspraken zullen doen die de evangelicals goed bevallen. Ja. En bij de verkiezingen van 2016 was de belangrijkste reden voor veel evangelicals, hij gaat rechters benoemen die in ons straatje passen. Mm. En dat snap ik ook helemaal. Dus ik kan ook volgen dat ze die... Ik kan die lijn volgen.
En ja, tegelijkertijd, hè, ik heb zelf geen sterke voorkeur voor een van beide kandidaten. Ik zou absoluut niet op Biden kunnen stemmen. Trump spreekt mij ook niet heel erg aan. Ik blijf ook altijd iets verbazen over, hè, als je kijkt hoe bijvoorbeeld het thema racisme aansnijdt. Dat hij zegt, ik heb er het meeste aan gedaan om dat terug te dringen sinds Abraham Lincoln. Als je dat dan even afbelt, dan denk ik, dat valt wel mee. Dus ik vind de sterke steun van evangelicals voor Trump vind ik ook wel enigszins een teken van angst. Want eigenlijk zijn ze vooral bang dat hij hun vrijheden beschermt. Ja. Dat is de deal die gemaakt is. Hij beschermt hun vrijheden en dan steunen ze hem. Ja, Van Schotthorst, ik las ergens dat er mensen zijn die niet op Trump stemmen, maar op Pence, zijn vicepresident. Ja, dat is natuurlijk die vinden ze een oprechter christen, om het zo te zeggen. Ja, nogmaals, ik kijk niet in harten. Dat vermogen, dat hebben wij niet. Dat moeten we ons ook niet aanmeten, denk ik. Ik kan me het wel wat bij voorstellen. Ik vind het ook een man uit één stuk die altijd heeft gestaan waarvoor hij zich uitgeeft. Ja. Dat vind ik een heel goed punt. En terugkomend op dat racisme-vraagstuk. Ik vind het... het grote verschil, laten we zeggen, tussen de Republikeinen en de Democraten, vind ik eigenlijk dat Trump die zegt, hè, we beschouwen Amerika als one national family. Hè, undivided under God. En wat Biden en de Democraten keer op keer doen, kijk maar in al de speeches van de Democratische Conventie, ik heb ze allemaal geluisterd, die splitsen de samenleving op in allerhande soorten groepen. Hè, je bent zwart of je bent Aziatisch of whatever. Ja. Of je bent vrouw, of je bent LGBT. In allerhande soorten groepen. En dat moet allemaal verenigd worden. En iedereen moet dat pakket accepteren. En dat vind ik eigenlijk problematisch. Ik zie de samenleving inderdaad als iedereen is gelijk voor de wet. En zoals de Republikeinen. Okay. Sorry als ik hier heel even mag reageren. Want als ik even kijk hoe Trump in 2015 de trap afkwam in zijn eigen Trump-trouw en de campagne aankondigde. Eerst werden de Mexicanen in het land vooral als verkrachters en criminelen weggezet. En misschien zitten er ook nog wel een paar goeie bij, zei hij. Hij heeft negatieve uitspraken gedaan over vrouwen, over democraten. Hij heeft vrouwen voor varken uitgemaakt op televisie. Als we al dat soort uitspraken gaan optellen, weet ik nog niet of je kunt zeggen dat hij echt zoekt naar samenbinding in de samenleving. Ik vind vooral dat hij zijn achterban steengoed bedient en daar kan Biden wat van leren. Oké, okay, hier wordt duidelijk waarom Amerika verdeeld is over Trump of Biden deze verkiezingen. Want de uitslag is er nog steeds niet. Maar we gaan even bij collega Stephanie van der Horst kijken. Die heeft wat meningen verzameld. Ja, dat klopt. We zijn op dit moment social media af aan het gaan om te kijken, hè, of er al reacties binnenkomen. Wat we merken is dat er in Nederland nog niet zo heel veel gereageerd wordt. In Amerika hebben we een aantal reacties kunnen vinden, waaronder deze van de dochter van Billy Graham, Jerusha Dufort. Zij geeft aan dat ze 4 jaar lang geluisterd heeft naar de verhalen van mensen die... pijn hebben en verward zijn door deze regering. En dat ze bidt dat Amerika voor de juiste mensen gaat kiezen. Daarnaast hebben we Eric met Texas. Dat is echt iemand die een Trump-aanhanger is. Hij zegt, het zal nog wat tijd duren voordat het allemaal officieel is. Maar hij heeft er wel echt vertrouwen in dat Trump echt gaat winnen. Dus dat zijn de reacties voor dit moment. Terug naar jou, Rikold. Oké, okay, dankjewel, Stephanie. Je komt later nog terug met nieuwe reacties. En als er natuurlijk uitslagen zijn per staat, dan horen we die ook in deze uitzending. Ook in Europa wordt er nauwlettend in de gaten gehouden wat er gebeurt in de Verenigde Staten. En we hebben nu verbinding met Peter van Dalen, Europarlementariër namens de ChristenUnie. Goedemorgen, meneer van Dalen. Goedemorgen, meneer Pastekamp. Ja, fijn dat u in de uitzending bent. Ik wil dan u vragen, wat is uw reactie op de uitslag? Maar die is er nog niet. Nee, maar alles wijst erop dat Trump gaat winnen. Dat is nu wel duidelijk. Hij staat in een aantal essentiële staten zodanig voor. Dat gaat de rest van de stemmentelling niet meer veranderen. Ja, en dan mag ik even in herinnering roepen, toen u bij ons in de uitzending was, in onze Amerika-serie, toen ik aan u vroeg wie gaat er winnen, toen zei u Biden. Ja, ik zei 2 dingen. Ik heb lang geaarzeld aan antwoorden geven. Maar ik dacht toch dat Biden al zou worden. En dat komt denk ik vooral wat mij betreft omdat Trump zoveel verdeeldheid heeft gezaaid de afgelopen jaren. Dat ik dacht, dat zijn de mensen zat. Nou, kennelijk nog niet. Nee, want is Amerika, zijn de Verenigde Staten een verdeeld land? Dat waren de Verenigde Staten eigenlijk door de eeuwen heen. En dat is zeker nu ook. Misschien wel toegenomen. Je ziet de kloof die door gezinnen, door families,
heen loopt. Ja, en dan zie ik niet een man als Trump die kloof overbruggen, eerder versterken. Dus ik maak me wel zorgen over de komende jaren. Ja, want 4 jaar extra Trump, laten we daar even van uitgaan dan. Wat betekent dat voor Europa? Ja, het betekent denk ik voor de wereldpolitiek dat het niet veiliger zal worden met Trump aan het roer. Want de verhouding met China zullen verscherpen. De Verenigde Staten zullen zich meer terugtrekken in de eigen schulp. En de staatsschuld, die nu al groot is, zal astronomische dimensies gaan aannemen. Mm. En wat betekent dat voor Europa? Nou, ik denk dat de afstand tussen Europa en de Verenigde Staten zal groeien. En bij gevolg verwacht ik dat we dus meer Europa gaan krijgen. Ja. Want Europa zal zelf meer moeten gaan doen aan het buitenlandbeleid, meer moeten gaan doen aan het defensiebeleid, meer moeten gaan doen om het voortouw te nemen in de klimaatverandering, om die te bestrijden. Dus ik verwacht dat de uitkomst zal zijn een grotere kloof met de Verenigde Staten en meer Europa. Ja, meer Europa. En zijn we daar aan toe? Ik bedoel, zijn de landen daaraan toe? Nou, misschien worden we nu wel die richting op gedwongen om daar naartoe te werken. Ja. Want je ziet het, de verhouding met Amerika gaat nu echt verder uiteenlopen. En dan is er denk ik maar één route, namelijk meer tot elkaar komen, nog meer samenwerken en essentiële keuzes gaan maken in zaken klimaat, buitenlands beleid en defensie. Mm. We gaan zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Dank voor uw reactie, Peter van Dalen. Ja, meneer Van Schotthorst, u komt regelmatig in het Europees Parlement en ook in Amerika. U kunt die verhoudingen dus ook schetsen. Zijn die veranderd de afgelopen jaren? Dat denk ik inderdaad wel. Dat denk ik inderdaad wel. Hoewel, ik heb van 2000 tot 2007 7 jaar in de Buitenlandcommissie van het Europees Parlement gewerkt. Ja. En dat was precies onder de tijd van George W. Bush en ook in de tijd van de Irak-interventie, Brits-Amerikaanse interventie. Toen was stond het ook behoorlijk op scherp, kan ik wel zeggen. Ja. Met Obama leek er een dooi te komen in de verhoudingen en met Trump enigszins de verscherping. Maar ik denk dat Trump een correctie is geweest, een nuttige correctie op het beleid van Biden. Ja, inmiddels ook aangeschoven Obama. Martijn van Helfert, CDA Tweede Kamerlid. Van harte welkom. Dank u wel. U bent ook voorzitter van de interparlementaire vriendschapgroep Nederland-Verenigde Staten. Ja, dat klopt. Die vriendschapsband is er? Ja, absoluut. We hebben grote banden met de Verenigde Staten vanuit Nederland. Dat is familiair, cultureel, historisch natuurlijk heel erg. Maar ook economisch en ook militair. En zo'n grote drieslag van brede banden, sterke banden, ja, die kan geen enkel ander land op tafel leggen. En maakt het dan uit wie er in het Witte Huis zit? Nee, eigenlijk niet. We hebben zoveel samenwerking met de Verenigde Staten. Dat is bij wijze van zo groot. En dan kun je ruzie hebben of de president goed is. En dat is, die ruzie gaat dan over dit stukje. Ja. Maar die grote band met de Verenigde Staten zal altijd zijn, ongeacht de president. Altijd, moet ik zeggen. Je ziet wel dat de scope van de Verenigde Staten natuurlijk langzaam verandert. Mm. Omdat demografisch gezien het aantal mensen in de Verenigde Staten dat een historie heeft met Europa, dat wordt natuurlijk langzaam kleiner. Want er komen steeds meer Latino's de Verenigde Staten, bevolken de Verenigde Staten. En men kijkt ook graag naar Azië, naar China. Dus we zullen vanuit Europa, vanuit Nederland dus wel, ook wat meer ons best moeten doen van wij zijn ook wel heel erg belangrijk. Ja, u hoorde net Peter van Dalen, Europarlementariër. We zijn als Europa meer op elkaar aangewezen. En hij noemde ook defensie. Ja, nou goed, dat is een van de voordelen dat Trump wat duidelijker dan Obama zei van jongens, jullie doen te weinig aan defensie. Ze zeiden in principe hetzelfde. Mm. Alleen als Obama uit het vliegtuig kwam, dan zwaaide die eerst vriendelijk en lachte die en zei die hope en care en we love you. En daarna zei die en je gaat wel 2% betalen voor defensie als de deuren dicht waren. Kijk, als Trump het vliegtuig uitstapt, die stapt uit en zegt en je moet 2% betalen. Dus de boodschap is hetzelfde. En allebei de presidenten hebben daar naar mijn mening ook gelijk in. Ja. Maar Trump zegt iets anders, wat minder diplomatiek dan wij gewend zijn in Nederland en in Europa. Ja, 2% van het bruto nationaal product is dat voor defensie. Yes, ja. En dat halen we helemaal niet. Ja. We zitten op 1,3. Ja, omdat het zo slecht gaat met de economie. Dan zie je dat het aandeel defensie iets stijgt, maar we zijn verschrikkelijk laag. Ja, Van Schotthorst, wat gaan wij dan meemaken met Trump in zijn volgende periode als hij president wordt? Gaat hij dan nog meer daarop hameren of zich misschien wel uit die NAVO terugtrekken? Nou, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat hij eerder de NAVO redt door deze aanpak van Europa. En dat deze aanpak effectiever is gebleken als die van Obama. Want er wordt meer geïnvesteerd in defensie. Ja. Wat al tientallen jaren geleden is geprobeerd door andere Amerikaanse presidenten. Hij bereikt het.
En wat Peter van Dalen zojuist zei, van Europa moet meer initiatief van defensie naar ze toe trekken. Ik geloof dat we beter kunnen investeren in de NAVO en het krachtigste bondgenootschap wat we hebben gehad. En wat blijkbaar werkt sinds de Tweede Wereldoorlog. In Europa zie ik die defensiesamenwerking nog niet zozeer tot stand komen. Van Helfert mee eens? Nou, de NAVO blijft absoluut de hoeksteen van de veiligheid. Maar dat we als Europa met Europese landen, of de EU is, of welwillende Europese landen, dat moeten we nog maar uitmaken. Maar dat we wel iets meer zelf mogen doen, vind ik wel. Want er hoeft maar dit te gebeuren in of rond Europa. En het eerste wat we doen, is kijken naar onze grote broer in Amerika. En dat is natuurlijk belachelijk. We kunnen best ook zelf wel eens iets oplossen. Ja. Dus daar mogen we echt wel meer in samenwerken. En als je alle begrotingen van defensie van Europa bij elkaar legt, geven wij veel meer geld uit aan defensie dan bijvoorbeeld Rusland. Mm-hmm. En toch omdat we zo slecht samen dingen doen in Europa, slaan we nog geen deuk in een pakje boter als het gaat om Rusland. Dus ergens mogen we als Europa wel wat beter gaan samenwerken. Okay. Dus niet een Europees leger, we hebben overigens ook geen NAVO-leger, maar geen Europees leger. Maar wat meer coördinatie en samenwerken in Europa, dat mag wel. Ja, je ziet vaak dat een president in zijn tweede termijn in het Witte Huis, wat ook zijn laatste is, hij hoeft niet herkozen te worden daarna, dat hij dan vogelvrij is en ja, wel eens gekke dingen doet. Verwacht u dat van Trump? Nou, als hij zich vrijer voelt, dan zou dat best kunnen. Aan de andere kant is hij volgens mij best wel oprecht in de afgelopen periode. Heeft hij ons ook al wel eens laten schrikken met mededelingen. Dus hij heeft zich in die eerste periode ook best vrij gevoeld om zijn eigen weg te gaan. Dus ik zie niet in waarom dat we dat in de tweede periode dan niet zouden moeten verwachten. Van Schothorst, wat kunnen we verwachten van Trump? Waar wij bij uitgaan dat hij de verkiezingen wint. We weten het nog steeds niet. Maar... Nou ja, wat we kunnen verwachten is denk dat hij doet wat hij zegt. Want dat is wat we eigenlijk hebben meegemaakt in zaken het Midden-Oosten. Daar heeft hij best wel succes eigenlijk ook. En waar hij te weinig credits voor krijgt. Ik hoop dat hij een voorbeeld is in pro-life. Hè? Zijn beleid erin is een voorbeeld daarin ook. En ik hoop dat navolging krijgt, zoals nu onlangs in Polen is gebeurd ook. Dus ja, ik verwacht niet echt dingen die uit de lucht komen vallen. Nou, dat helft, ja? Dat staat de diplomatie rondom het Midden-Oosten, dat moet ik wel delen, want dat doet hij dan toch wel slim, vind ik. Want hij zorgt dat Israël natuurlijk connecties, of helpt hij mee dat Israël connecties krijgt met allemaal landen om Iran heen en sluit eigenlijk Iran op die manier in. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat, stel Biden wint, hoe dat dan gaat. Komt dan misschien een soort nieuwe Iran-deal of probeert Biden voor te zetten wat Trump daar doet? Dat is absoluut wel heel bijzonder en daar heeft hij wel stappen in gezet. Ja. U heeft de verkiezingscampagnes gevolgd natuurlijk van Trump en Biden. Wij gaan straks onze eigen campagnes in. U staat op de CDA-lijst, maar op een plek waar u niet direct verkiesbaar bent. Nee. U bent een voorkeurscampagne gestart. Wat heeft u geleerd van Biden of Trump? Ja, nou, ik moet zeggen, ik ben vooral geweest in de campagne van Obama en McCain. Ben ik echt gaan kijken van hoe doen die dat nu? En ook bij Hillary en Trump. Nu door corona ben ik dus niet in de Verenigde Staten geweest. Maar het direct aanspreken van je kiezer, dus de grassroots methode. Ken je kiezer, vertaal ik dat maar naar het Nederlands. Aanbellen en in gesprek gaan. Telefoneren en persoonlijk die vraag stellen. Dus je moet niet zozeer vragen stellen van wat vind je van het CDA? Want dan krijg je natuurlijk een emmer, hoe zeg je dat netjes op Family 7? Een emmer uitwerpsel over je heen, zou ik maar zeggen. Maar je moet vragen wat je wil weten. Mag ik op uw stem rekenen op 17 maart? Dat is een stem, want dat is ook wat je wil weten. Dus daar moet je oprecht in zijn. Ja. En dan is campaigning not convincing people, niet overtuigen. Want dat heb je in die afgelopen 4 jaar moeten doen. Maar counting people, tellen. En je hebt er om je eigen zetel te behalen, heb je er 17.500 nodig. En je moet dus tellen. Nou ja, ik ga tellen tot de 25.000. Ja. Is dat de methode van Schothorst? Gewoon mensen persoonlijk benaderen? Ik denk dat het heel verstandig is. Maar is dat Amerikaans? Dat denk ik. Dat denk ik inderdaad. Ja, niet zeggen wat vind je van de Republikeinen, maar kan ik je stem krijgen? He, dat is wat je eigenlijk wat je zegt. Ja, want dat is ook het campagne voeren. Hè? Want je zult ook de kijkers van Family 7, die zullen misschien zeggen, ja, CDA, dat is nog niet direct mijn partij. Maar misschien zegt wel iemand, nou, die Van Helvert, die zegt het wel tenminste. Ja. Dus op die Van Helvert wil ik wel stemmen. Dus dat onderscheid moet je wel maken. En dat zie je ook altijd in Amerika, dat er altijd wel een paar democraten zijn die zeggen, nou, ik ben wel democraat, maar ik vind Trump toch beter. En ook andersom gebeurt dat wel. Ja. Zoals eerder was de vrouw van McCain al kwam al ter sprake. Maar toch, corona stempelde deze campagne. Waardoor Biden veelal binnenbleef. Trump ging wel het land in. Maar er was veel kritiek op mondkapjes en afstand houden. Gaat dat bij ons ook spelen straks? Ik vermoed, voor een deel misschien wel overigens. Ja. Ik vermoed dat de meeste partijen echt zeggen, nou, corona is een punt en laten we daar samen sterk staan. Maar er zijn ook een aantal partijen die bewust het verschil opzoeken. En dus ook zeggen dat corona of niet bestaat, of dat het maar een griepje is, of dat soort dingen. Mm. En die zullen dat misschien wel ook gebruiken in een campagne. Ja, het zal absoluut. Ja, er worden miljarden tegen aangesmeten, tegen verkiezingscampagnes in Amerika. Wordt dat steeds gekker?
Nou, ik vind dat er wordt al heel erg veel geld in geïnvesteerd. Ja. Ik denk dat het heel sterk is, met name ook voor kandidaten die uit de regio komen. Dat heb je in Amerika met het Huis van Afgevaardigden natuurlijk. En jij uit Limburg, natuurlijk Zuid-Limburg, daar ben je bekend. Hè, die hebben een eigen office ook om hun eigen achterban daarmee in contact te zijn. Dat vind ik veel sterker als ze heel veel geld erin smijten. Ja. Maar het kost wel geld, daar moeten we wel eerlijk over zijn. Want elke poster die je ziet hangen, kost gewoon geld. Ja. En nu op social media, als ik tegen het grote geweld in wil laten zien dat ik ook kandidaat ben. Ja, adverteren op social media kost gewoon geld. Ik ben er in mijn campagne ook heel open in. Beste mensen, zeg ik wil graag herkozen worden. Dit zijn mijn standpunten. Mm-hmm. Dit en dit kost zoveel geld. Als u dat wilt sponsoren, dan kan er op die en die manier binnen de kaders van de wet. Dus daar moet je wel heel open in zijn. Of een club van 100. Je kunt lid worden van een club van 100. En dan doen we dit en dit en dit mee. Ja. Want anders, dan, ja, anders red ik het gewoon niet. Ik bedoel, als ik moet opboksen tegen de grote leiders die nu op NPO 1, 2, 3 en RTL 4 zijn, ja. Dan weet niemand dat Van Helvert ook wat vindt over hoe ga je om met elkaar, wat is het belang van christen zijn in Nederland. Dus ik moet er wel ook wel wat geld tegenaan gooien, wil ik wel herkozen worden. Dus het is wel nodig. Ja. Ondanks dat je een achterban hebt in Limburg of in de rest van het land. Nou, we zitten al in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar daarover later meer. Sorry. Ja, we gaan naar de Amerikaanse verkiezingen terug. We kijken even bij collega Stephanie van der Horst wat die voor reacties heeft. Ja, op dit moment hebben we een reactie van Charles Groenehuizen. Hij geeft aan dat Ohio spectaculair is. Als Trump die staat verliest, zegt hij, dan is de kans op een eindoverwinning heel erg klein. Hij lijkt misschien een beetje pro-Biden, maar ook hij geeft aan dat Pennsylvania gewoon de key state, de key swing state is. En dat we daar vooral naar moeten blijven kijken. En dat dat dus nog spannend is. Op dit moment kunnen we vertellen dat Maine gewonnen is door Biden en dat... Oké, ja, dankjewel Stephanie. Nou, nog steeds dus geen directe uitslag uit de Verenigde Staten. Men is daar nagelbijtend bezig om de stemmen te blijven tellen. Mensen in het buitenland, Amerikanen, mochten natuurlijk ook stemmen op een van beide kandidaten voor deze presidentsverkiezingen. En we hebben nu contact met een in Nederland wonende Amerikaan, John Kirpenstein. Goedemorgen, meneer Kirpenstein. Goedemorgen. Ja, hoe zit dat precies? U woont hier in Nederland, maar bent Amerikaan, heeft ook gestemd. Ja, ik heb ook gestemd en ik mag daar stemmen. Omdat ik daar geboren ben, dus ook Amerikaan, ja. Dus per post. Oké, mag ik vragen op wie u gestemd heeft? Ik heb op de Don gestemd, Donald Trump. En waarom? Een aantal redenen. Ik denk dat Donald Trump wat de NAVO betreft op een heel goed vinger op de zere plek legt en zegt, Nederland, West-Europa, jullie moeten meebetalen aan je eigen defensie. Wij schieten daarin tekort. En ik denk dat hij daar een punt aan aanstipt van oké, stemmen of meebetalen aan je eigen defensie. Daarnaast ook zijn positie ten opzichte van Israël. Ja. Iedereen zei toen de ambassade naar Israël ging verhuizen. Want nou, daar komt oorlog van. Nou moet je kijken, er zijn nooit zo'n snel vredesproces of diplomatieke betrekkingen geweest met een aantal Arabische landen. Ja, u merkt dus wel degelijk dat er een Republikeinse president in het Witte Huis zit, stelt u? Ja, nou ja, kijk maar even ook naar de benoeming van Amy Coney Barrett. Vorige week of twee weken geleden. Toch wel wat conservatievere rechten. Ja. Die benoemd is. Nou ja, zie je dus heel duidelijk. Ja. Ja, we hadden het net hier aan tafel over het Nederlandse systeem. We gaan zelf ook naar verkiezingen toe. Waar geeft u de voorkeur aan? Het Amerikaanse of het Nederlandse? Ik denk voor Nederland dat we een goed systeem hebben. Ja. Maar je moet het ook zien in de kader van de historie. Amerika, de naam zegt het al, Verenigde Staten van Amerika. Die staten die zijn veel belangrijk. Mm. Het zijn eigen kleine landjes die een eenheid vormen. Dus die staten die willen hun eenheid of hun invloed ook blijven behouden. Dus ik denk dat dat voor Amerika best een goed systeem is met die kiesmannen. Ja, toch is er veel kritiek op die kiesmannen. En zegt men, ja, die popular vote, opgeteld over het hele land, daar zouden we misschien eigenlijk naartoe moeten, net als hier in Nederland. Ja, maar dan doe je eigenlijk ook geen recht aan de historie. Hoe
de Verenigde Staten ontstaan is. Ja. De staat is daar veel belangrijker dan hier in Nederland bijvoorbeeld provincies zijn. De staat is daar veel meer zelfstandig. En die kleine staten die zeggen, oh ja, ik wil mijn invloed niet kwijt. En of, als ik moet kijken naar de grote staten zoals California en New York. Ja, ja. U heeft gestemd op de Don, zoals u dat noemt, Donald Trump. Wordt hij ook president vandaag, denkt u? Ja, jongen. Het is zo spannend. Ja. Maar ja, de key state is de keystone state. Ik denk, daar gaat het allemaal gebeuren. Ja. Uiteraard moet hij de Wisconsin en Michigan ook nog halen. Maar ja, Pennsylvania, daar gaat het gebeuren. Pennsylvania, daar moeten we op letten. Tot slot, wat verwacht u als Trump gekozen wordt? Wat een van zijn eerste daden wordt als nieuwe president, nieuwe gekozen president? Oh, dat kan ik nog niet zeggen. Want wat dat betreft is hij natuurlijk ook wel heel onvoorstelbaar. Maar onvoorstelbaar. Mm. Maar ik zijn huidige beleid. Doorzet. Ja. Zal hij vrijer worden? Nou, volgens mij voelt hij zich niet zo gerend. Nu al niet. Dus ik denk straks ook niet als hij gekozen is. Oké, we gaan het zien. Dank voor uw reactie, John Kerpenstein. Terug naar Rian Tafel, Martijn van Helvert. Ja, is dat goed dat Amerikanen in het buitenland ook mee kunnen doen, mee kunnen stemmen? Ja, dat lijkt het wel. Dat kan in Nederland natuurlijk ook. Mm-hmm. En dat is ook goed, want juist we willen ook dat, en dat willen de Verenigde Staten ook, dat mensen niet alleen maar in het eigen land blijven, maar ook goede dingen doen buiten het eigen land. Dus... Maar deze meneer Kerpenstein woont hier, moet stemmen over Amerika, wat op afstand is, waar hij niet woont, waar hij niet mee voelt met de situatie. Nee, maar als je staatsburger bent, ben je staatsburger. Ja. En dat wil zeggen dat je ook van je recht op stemmen gebruik kunt maken. En ik zou het ook gewoon doen. Ik denk dat dat ook goed is. Ja. Ja, want in Nederland mag dat ook, zegt u, per post stemmen? Ja, als je staatsburger bent, mag je ook als je buiten Nederland verblijft stemmen. Ja, en we gaan zelfs toe naar het stemmen per post voor oudere mensen straks bij de verkiezingen, vanwege corona. In verband met corona, dus dat is absoluut waar. En ook dat we gaan over 3 dagen stemmen. Dus het zou zomaar kunnen dat de opkomst in Nederland ook wat hoger wordt, mm-hmm. omdat je 3 dagen krijgt. Dus je zou nog een soort van bedenktijd kunnen voor jezelf in kunnen lassen van, oh, ik heb gisteren niet gestemd, laat ik het vandaag doen. Ja. Dat heeft zeker invloed op de opkomst. Was de opkomst in Nederland al hoog vorige keer, maar dat kan wellicht nog hoger. Ja. Weer aangeschoven Martine Wursten aan tafel. Waar geef jij nou de voorkeur aan? Welk systeem? Aan dat Amerikaanse met 2 partijen, A of B, zwart of wit, overzichtelijk? Of dat Nederlandse met 20, 25 partijen misschien straks? Ja, nou, ik geef echt wel voorkeur aan het Nederlandse systeem. Want je hoort natuurlijk wel vaak de kritiek van, we hebben heel veel kleine partijen, heel veel versplintering. Ja. Maar Amerika geeft het voorbeeld weer van hoe het dan anders zou moeten, maar dat niet beter is. Mm. Want het is nu eigenlijk, moet je kiezen tussen 2 kandidaten. Ja. En vele mensen vinden dat eigenlijk ook kiezen tussen 2 kwaden. Ze staan ook erg ontzettend uit elkaar. Het is of je stemt heel rechts of heel links. Ja. En terwijl heel veel van de meningen liggen gewoon veel meer in het midden en zijn veel genuanceerder. En dat geeft gewoon zo'n systeem als in Nederland geeft daar veel meer de ruimte voor vele genuanceerde meningen. Ja, van Helvert, meer de nuance zoeken wij, zeg maar. Ja, het is natuurlijk great om gewoon een sterke partij in het midden te hebben. Mm. Want uiteindelijk zul je het toch met het hele land moeten doen. En dat is ook de kritiek die wel ook op Trump hoort. En ik denk voor een deel wel terecht dat hij heel erg zijn eigen achterban heel goed bediend heeft. Ja. En daar ook goede dingen in gedaan heeft. Als je in zijn achterban zit. Maar een andere helft die zegt, dat vind ik helemaal niet. Overigens vond ik dat Obama dat ook wel had hoor. Obama heeft ook wel behoorlijk het land in die zin wat denk ik meer tegen elkaar opgezet. Door juist aan die linkerflank veel meer te doen. Wat echt tegen het zere been van een heel ander deel is. Dus dat is het nadeel. En als je kijkt naar de historie van Nederland. Ik bedoel 30 jaar geleden hadden we ook al zoveel partijen als dat we nu hebben in de Tweede Kamer. Dus het is echt niet zo dat erger is geworden. Wat wel zo is, is dat we in Nederland niet meer zo'n hele grote partij hebben. De grootste partij is nog nooit zo klein geweest. Ja. Waardoor je eigenlijk in plaats van vroeger 2 grote partijen nodig had voor een coalitie, heb je er nu dus 4 nodig. En dat maakt het gewoon lastiger om tot elkaar te komen. Dus een onderhandeling duurt langer tot een coalitie. En de zichtbaarheid van elk lid van die coalitie, dat is lastig omdat je wat meer in moet leveren van wat je eigenlijk zelf zou willen doen. Ja. Martine Wursten, er is wel duidelijk geworden tijdens deze verkiezingen dat Amerika een verdeeld land is.
Wie zou nou de beste president zijn om de komende 4 jaar dat land weer bij elkaar te brengen? Trump of Biden? Nou, in mijn ogen heeft ook vooral Trump gezorgd voor die verdeeldheid. Want je ziet in de afgelopen 4 jaar dat hij zijn bewind heeft gevoerd, dat die polarisatie, die verdeeldheid is alleen maar toegenomen en groter geworden. De orde is er niet beter op geworden. Er is heel veel onrust. Mensen gaan de straat op, er is geweld. En ook al is hij een president van law and order, zoals hij het zelf zegt, ja. De orde in de samenleving is ver te zoeken. Mm. En wat je ook zag is dat hij daar dan weer de democratische burgemeesters de schuld van geeft. Mm-hmm. Van, doen jullie er wat aan, want in jullie gemeente, in jullie district gaat het verkeerd. Maar wat ik dan denk is, ja, maar je bent toch de president ook van het volk. En ja. Het is eigenlijk ook, het is ja, ook aan jou om dit zo op te lossen. Ja. Dus want ik denk dat Biden iets meer die verbondenheid ook ja. opzoekt. En ook op zoek gaat naar het achterliggende probleem. Waarom is er zoveel onrust? Ja. En maar veel van naar de inhoud. Maakt u zich zorgen om de situatie in Amerika? Als we de beelden zien. Mensen die tegen elkaar opstaan, steden waar het onrustig is. Ja, dat is zorgwekkend. Overigens is dat ook niet alleen in Amerika. Hè. Er is toch wel een wat oververhitte sfeer op veel meer plekken ja. in de wereld. En dat is ook in Amerika zo. De vraag is, welke president lost dat het meeste op? Ik denk dat de onderstroom in de Verenigde Staten echt los van de president ook is. Hè. Dat mensen heel boos zijn, zich niet gehoord voelen. Die mensen in Midden-Amerika, die hun baan verloren zijn nadat ze 30 jaar ergens als arbeider hebben gewerkt. Aan een bedrijf dat naar China is verhuisd. Ja, die mensen voelen zich ongehoord. Die hebben geen inkomen. Die vinden het lastig om hun huis te verkopen of een nieuw te kopen. Ook iets wat in Nederland ook heel lastig is om nu aan een huis te komen. Ja. Dus die onrust is ook in Amerika. Dus de president die ervoor kan zorgen dat mensen een baan hebben. En als ze een werk hebben, dat ze ook fatsoenlijk hun vaste lasten kunnen betalen. En een huis kunnen hebben. En kunnen zorgen dat hun kinderen naar school kunnen. Mm. Die president die zorgt voor rust. Degene die dat niet erkent, die stroom, die onderstroom. En daar ook niet iets aan doet, ja, die zal de rust niet laten terugkeren. Ja, u schetst eigenlijk een leven met rust, reinheid en regelmaat. Natuurlijk hebben mensen ook behoefte aan een president die er zegt, ik ben er voor jullie en we moeten het samen doen. Maar als het dan blijft bij die woorden en je lost het probleem van die mensen die geen baan hebben of geen huis of onzekerheid, als je lost dat niet op, dan krijg je de rust niet terug. En ook dat is niet echt iets voor Amerika. Dat geldt ook in Nederland. Ook hier zal straks het kabinet dat zorgt dat mensen wel weer een huis kunnen kopen, dat mensen zich geen zorgen maken, krijgen mijn kinderen het slechter dan dat wij het hebben gehad. Als we dat niet wegnemen, blijft de onrust in Nederland ook. Oké. Wij gaan voor de laatste keer naar collega Stephanie van der Horst, die nog wat reacties heeft verzameld. Ja, op dit moment willen we even delen wat er straks even misging. Dat Montana gewonnen is door Trump en dat Maine naar Biden is gegaan. Het RD claimt overigens dat Trump de overwinning claimt in Pennsylvania. Dat is een kop van het RD. En daarnaast zien we een reactie van NOS die geeft aan dat er heftige reacties binnenkomen op de speech van Trump. En dat Chris Wallace, die eerder nog het debat leidde, aangegeven heeft dat het Lucifer in licht onvlambare situatie is. Op dit moment is dit de stand zoals die nu is. We zullen moeten wachten totdat alle stemmen geteld zijn. Het blijft voorlopig nog eventjes spannend. Dat was het voor vandaag. Terug naar jou. Dankjewel, Stephanie, voor je inbreng met de cijfertjes en de reacties. Ja, een licht ontvlambare situatie, Martine Wursten. Ja, dat... Wat gaan wij meemaken vandaag of de komende dagen? Ja, dat zoals ook weer duidelijk wordt, het is dus inderdaad nog steeds spannend. Het kan elk moment ontvlammen. Ja. Het wordt of Biden of Trump. Beide hebben nu weer een staat. Het wordt lastig. Ik las ergens op zo'n prachtig Amerikaans kerkbord, die ze daar heel veel hebben voor een kerk. No matter who's president, Jesus is king. Moeten we ons daaraan vasthouden? Ja, absoluut. Dus dat zou eigenlijk de boodschap moeten zijn. Beste mensen, wie ook die president wordt, onze lieve Heer kijkt altijd mee. En dat is ook zaak voor ons om in Nederland in ieder geval het hoofd koel te houden. Voor ons blijft Amerika een hele belangrijke partner. Zowel familiair, historisch en cultureel, maar ook economisch en ook militair. Ongeacht wie de president zal zijn nu en ook over 4 jaar en ook over 8 jaar.
Oké, okay, nou dat is een mooie boodschap tot slot. Dank Martijn van Helfert en ook dank Martine Wursten. En dank aan de andere gasten die hier vanmorgen aanschoven bij onze live uitzending over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. We hebben nog geen uitslag, dus we kunnen niet melden wie de volgende president van de Verenigde Staten wordt. Maar wellicht kunnen we dat doen in onze avonduitzending, want vanavond zijn wij er natuurlijk weer om 20:30 met een normale Uitgelicht. Dank voor het kijken, graag tot vanavond en een hele fijne dag. Dag.